lieve maagd. Welkom bij deze sterrenbeeldreading van half mei tot half juni. Ik heb daar een verschuiving in plaats laten vinden. Ik ben van de eerste van de maand tot het eind van de maand readingen opnemen. Ben ik gegaan naar midmaand tot midmaand. Zodat we de overkoepelende energie van de nieuwe maan met ons meenemen tijdens deze reading. Kijk zo meteen wel of dat reading met je resoneert. Het kan namelijk ook zijn dat er dit keer in jouw Venus-teken, maanteken of ascendant de boodschap zit. Ik zal beneden in de beschrijving een linkje zetten hoe je dit uit zou kunnen rekenen, mocht je dit nog niet weten. Voor alle kijkers die crosswatchers zijn, kijk je even of dat de energie voor wie je aan het kijken bent kloppend is met de persoon. Het kan soms ook zijn dat jouw energie namelijk erin kruist. En dan mag je even gaan kijken of voelen welke energiestroom bij jou past. En neem echt alleen maar mee wat er voor jou van toepassing is. En laat de rest gewoon los. We beginnen met twee overal energiekaartjes. Ik pak nog een extra kaartje uit een ander deck erbij. En vervolgens gaan we het weer verklaren met de tarot. Oh. Moet ik die meenemen? Nee. Ik vond het al heel erg snel gaan, dus we zullen zien of dat het een reading gaat worden op liefdesvlak, zakelijk, zelfontwikkeling. We gaan het gewoon even afwachten. Ik merk dat de eerste readingen die ik opnam, waren veelal readingen waar toch wel nieuwe liefde op het pad ging komen. De reading van net van de stier gaf aan dat het toch echt nog wel een zelfontwikkeling stukje nodig was, een stukje reiniging van het systeem. Maar we gaan eens kijken wat er bij jullie lieve maagd dit keer op tafel mag komen. Naar de zee en in cirkeltjes ronddraaien. Het is twee keer kaart 7 als we het op gaan tellen. 7 staat voor het goddelijke, het universele getal. Dus er is echt wel een verschuiving die plaats gaat vinden. Maar voor mij voelt het ook een cirkeltjes ronddraaien. Je bent hier heel veel informatie in aan het winnen. Je zit in een nieuwe stroming, maar toch ben je niet op aan het letten waar je naartoe aan het gaan bent. En dat voelt voor mij dat je dus eigenlijk nog vasthoudt aan iets waar je... ja, waar je nog niet uit durft of wilt stappen. Maar we pakken hier nog eens even één kaartje van dit deck bij. En ik voel dat ik dadelijk misschien uit een ander deck ook nog een kaartje erbij mag pakken. Maar dan wacht ik even af totdat ze zeggen dat het mag. We hebben Exploration. Exploration. Mijn Engels is niet zo goed, maar... de bedoeling gaat gewoon dat de kaart duidelijk wordt. Ik pak hier een kaartje bij. Want je zit door het goddelijke echt in een bepaalde energiestroom. Jouw innerlijk kompas die mag jou de weg gaan wijzen. We zien hier twee keer het kompas. Maar toch hou jij vast aan een bepaald oud patroon. Mijn keel speelt ook gelijk op. Was zojuist bij de stier ook al. Dus er zijn wat onuitgesproken elementen waardoor jij dus vastzit. We hebben thuis. Je blijft een beetje vastzitten omdat er ergens nog geen afwikkeling over is. Of is. Er zijn nog wat stapjes waar je naartoe mag gaan kijken. Daardoor blijf je ook vastzitten. Het voelt voor mij dat sommigen te maken hebben met een financieel stukje. Dat ze wel al met iemand uit elkaar zijn gegaan of uit elkaar willen. Maar dat er gewoon geen nieuwe woonruimte is of nieuwe plek. Het kan ook met werk zijn dat je vast blijft zitten aan een baan. Omdat er geld moet komen om thuis alle eindjes aan elkaar te knopen. Dus dat kan van meerdere kanten bekeken worden. We gaan dus gewoon met de tarot verder verklaren. Wat er helder mag worden. Het heeft in ieder geval wel met een bepaalde thuissituatie te maken. Waardoor je dus nog vast zit. Het kan ook zijn dat je in een gezin zit. Waarin
je eigenlijk door het goddelijke nu gestuurd wordt. Je mag met je spirituele ontwikkeling verder gaan stromen. Je mag dat nieuwe pad gaan bewandelen. Maar je bent nog bezig met het stukje verantwoordelijkheid om dat samen te kunnen gaan combineren. En daardoor zorgt het eigenlijk er ook voor dat ik voel mijn hoofd ook heel erg opspelen. Het voelt voor mij ook dat... dat je daar echt zelfs ook hoofdpijn van kunt krijgen. Want ik krijg een beetje een druk bij mijn ogen. Slechter zicht. Vermoeidheid. Dus we gaan eens even kijken waar dit naartoe kan gaan. Ja, er is geen balans op dit moment. En daardoor loop je dus ook in die rondjes. Een bepaalde conflictstrijd heb je nog. Je bent toch nog ergens niet helemaal doorheen. Ik krijg ook heel veel... Ik krijg zo'n wervelwindgevoel van binnen. Emotioneel is het een overspoeling waar je in komt te zitten. Hier lijkt het rustig te zijn, maar van binnen voel je dat totaal niet. Omdat er geen zicht is op waar die nieuwe pad naartoe gaat. Die nieuwe stabiliteit, iets nieuws neerzetten. Dit doet jou pijn en verdriet. Terwijl als je dit los kunt laten, kun jij weer mee op de stroming en zul je succes hebben. Wat mag ik nog meer weten? Ja, het enige wat je zou kunnen doen in dit geval is aan die stukken gaan werken. Zak van je hoofd af naar je gevoel. Voel vooral waar jouw pad heen mag gaan. Pak de stukken stap voor stap aan. Ik voel mijn kruinchakra nou. Dus het goddelijke wil jou echt ondersteunen met extra boodschappen. Maar daarin voel ik ook wel dat jij in een soort verdedigingsmodus stapt. Omdat het spannend kan zijn. En spanning en angst kan jou dus weer in jouw andere stukje laten zitten. Waar je dus eigenlijk niet in hoeft te zitten. En dat heeft ook met pijnstukken te maken waar nog aan gewerkt mag worden. Want ik krijg echt die strijdgevoel. Mocht jij in een relatie zitten, wil jij vechten voor je gezin? Mag je je eigen af gaan vragen, wordt hier iemand echt gelukkig van? Wordt er iemand gelukkig van als jij blijft vechten voor een verbinding, relatie, misschien op werkvlak? Waar je het idee had van dit is mijn thuis, hier zat ik goed. Maar die er nu voor zorgt dat jij een nieuwe afslag mag gaan nemen. Je bent je eigen hierin echt aan het beperken. Jij hebt je balans hierin niet gevonden en je weet hier ook totaal niet mee om te gaan. Want dat voel ik wel hier echt, dat er een bepaalde strijd is. Hier in de center ook, die 9 van staven, ze staat er echt heel zo in die verdedigingsmodus van... Kijk, dit heb ik allemaal al voor elkaar gekregen, hier heb ik al voor gevochten. Ik heb die overwinningen achter me neergezet. Maar als ze dan gaan kijken, heb je die overwinningen tussen jou en het licht gezet... Dus die houdt jou dus aan de kant waar je eigenlijk niet wil staan. En je blijft dus eigenlijk vechten. Terwijl er zoveel overvloed aan de andere kant van die staven staan voor jou. Wil jij hier nog mee verder, ja of nee? Daar, voor die beproeving kom jij nu te staan. Je kunt uit die cirkel stappen. Maar daarvoor is het belangrijk dat je een bepaalde knoop door gaat hakken. Een keuze maakt. Vooral ook gaat luisteren naar je gevoel. Want hier heb je je hartchakra totaal geblokkeerd. Luisteren naar je gevoel. Je hoeft je ogen niet te openen om naar je gevoel te luisteren. Je hebt je ogen open om te kijken wat voor ellende er allemaal om je heen gebeurt. Bewijzen van. Of wat er allemaal mooi gebeurt. Maar van binnen voel jij wat jij wil voelen en wat je kunt voelen. Ga je eigen er ook niet in verlogenen. Ga je eigen er ook niet in... voorspiegelen dat vanuit je hoofd van ja, maar het is allemaal goed en dit en dat. En dat je zelf in een soort leugen gaat geloven. Terwijl je daardoor alleen maar in die
cirkels blijft rondlopen. Er gaat iets nieuws naar je toe komen. En dat voel ik op emotioneel vlak. We hebben hier een bootje. Hier hebben we een bootje. Maar dat kan pas als jij op die top van de berg staat. En die juiste beslissing hebt genomen. Jouw innerlijke kompas die gaat jou echt wel de weg wijzen. Maar daarvoor is het belangrijk wel echt naar jezelf te luisteren. Dat ergens iets niet meer doorgepakt kan worden. Dat een verbinding of een werkzaamheden, misschien een woning, een woonplek. Het voelt voor mij dat het in deze reading heel divers kan zijn onder jullie lieve kijkers, waar de eerste stuk mee te maken heeft, waar je dus inzichten van gaat krijgen dat er echt een einde gaat komen. Maar doordat er een einde gaat komen, krijg je ook weer een rebirth. En dat houdt in dat dat nieuwe pad, die hier dus echt wel in het zicht ligt, mogelijk gaat worden. En alhoewel dit jou kan overspoelen door alles, je bent wel sterk genoeg, want je hebt dit wel weten te doorstaan. Kijk eens hoe die leeuw hier in zijn rustmodus zit. Voor mij voelt het ook dat je de kracht ook hebt om dat stukje te gaan helen. Om dat stukje waar afstand van gedaan is, op welk vlak dit in deze reading dan voor jou ook betekent, ook te gaan doorpakken. Want je hebt alle kracht nog om daarna nog toch nog weer iets nieuws op te pakken. Je hebt toch nog een mogelijkheid. Je hebt nieuwe kansen al gekregen. Deze heb je weten te blokkeren. Omdat het ja, voor jou misschien te intens voelt. Te diep. Want als er een afsluiting gaat komen met wie dan ook of wat dan ook wat daar ligt, kan er iemand naar jou toe gaan komen in een energiestroom waar je geen strijd hoeft te leveren, waar het eigenlijk al makkelijk gaat. Koning van Staven ligt hier, wil totaal niet zeggen dat het een man moet zijn die jouw pad gaat kruisen. Het kan ook vrouwelijke energie zijn. Het is wel iemand die op zijn troon zit, die weet waar hij wil. Die blijft er dan ook echt wel voor knokken. Maar het is wel iemand die dit met gevoel doet, die dit met passie doet. Dus mocht dit op werkvlak zijn, dan zal er zomaar iemand jouw pad kunnen kruisen, waarin jij dus wel een zakelijke verbinding kunt creëren, waarin het geven en nemen in balans is. Maar mocht dit op liefdesvlak zijn, dan heb jij dus wel een juiste persoon die jou aan het naderen is. Maar we gaan eens met de andere tarot nog heel even kijken voor jullie. Kaartje bij de 2 van munten en de 5 of bij paardje van zwaarden. De zotkaart op kop. Mag ik daar nog een verklaring bij? Ja, alles begint bij jezelf. Blijf je vastzitten aan een situatie of een relatie of een woongelegenheid waar je nu in verkeert? Blijf je in cirkeltjes rondrijden? Krijg jij geen nieuwe handreiking? Durf je ook daadwerkelijk niet dat nieuwe pad te gaan bewandelen? Want we hebben hier de 8 van zwaarden. Je hoeft hier niet in vast te zitten. Het kan alleen maar door jezelf in stand gezet of vastgehouden worden. Want je hoeft niet vast te zitten. Je bent niet vast opgesloten. Je kunt loskomen. Je kunt je handen letterlijk vrijmaken door het touw los te snijden aan, aan een zwaard. Vervolgens hoef je maar zelf met je handen de blinddoek af te doen. En je kunt achter je kijken waar je naartoe mag gaan. Bij de page van bekers krijgen we de zegenwagen. Dus als jij die les er wel uit zou halen, krijg je een nieuwe vooruitgang. Kun je ook meer je balans terug gaan krijgen en vinden. En zul je dus ook wel een nieuwe vooruitgang gaan boeken. Maar het is alleen mogelijk als jij ook het toxische gedeelte achter je gaat laten. En dan zul je dus vanuit het universum een nieuw stabiel begin kunnen krijgen. Het is een heel pril nieuw begin. Wellicht met de persoon die hier is. Maar daarvoor is het belangrijk echt jouw les eruit te halen. Je krijgt behoorlijk wat testen nog op jouw pad. Ik pak nog 1 keer. Oh, de onderkant dek moet ik meenemen. De ridder van bokalen staat alweer in de aanslag als jij jouw les eruit haalt. Bij de 8 van munten krijgen we de zonkaart. Jij gaat juist
Door aan jezelf te werken, door knopen door te hakken, kan je juist de ruimte creëren voor jezelf om weer te gaan stralen, om jouw zielsmissie, zielspad in te gaan zien waar jij naartoe mag gaan. Daarvoor is het belangrijk je innerlijke conflicten te sussen. Die strijd te sussen die je hebt met wellicht anderen. Dat je eigen wil verdedigen in de zin van dat mensen jou niet begrijpen de keuzes die je maakt. Maar weet dat jij je eigen daarin niet hoeft te verdedigen. Jij hoeft hier geen uitleg aan anderen te geven. Wel als je in verbinding staat, bewijzen van met een persoon in een relatie of werkgerelateerd of wat dan ook. Maar als het voor jou zo voelt van ik neem een nieuwe pad, ik maak een beslissing en je hebt een korte uitleg gegeven waarom je de beslissing hebt genomen en een ander accepteert die beslissing niet, is niet jouw stuk meer. Mag je loslaten. Die strijd hoef jij niet meer aan te gaan. Daar hoef jij niet meer voor te knokken. Je hoeft daar niet meer eigen te maken. Want je hebt bij de twee van zwaarden de keizerinnen-energie. Je hebt al zoveel bereikt. Je hoeft je eigen niet vast te houden in een situatie waar jij gewoon niet meer hoort te staan. Ik pak nog één kaartje bij de keizerin erbij. Ja, die keizerin-energie zal pas werkelijkheid kunnen worden als er echt een verschuiving plaatsvindt. En voor sommigen kan dit dus ook echt wel een afsluiting zijn van een karmisch stuk, een toxisch stuk. Wellicht ook voor sommigen met een narcist voel ik. En dat is ook waarom die dualiteit heel erg aanwezig blijft. Maar weet dat jij op handen gedragen wordt door het universum. Dat jij echt naar die nieuwe oever mag. Het kan dus zijn dat jij een nieuwe woonruimte gaat zoeken. Dat je daarin mag gaan groeien. Emotioneel zul jij merken dat daardoor een bepaalde verlichting gaat komen in jouw systeem. Dat je ook weer kunt vertrouwen in jouw eigen onderbuikgevoel. Dit gaat er wel komen. Als die mogelijkheid ook. We krijgen hier weer de doodkaart. Ja, die zeven van staven voelt voor mij echt dat je iets ontgroeid bent. Dat je een situatie ontgroeid bent. Of het een relatie of werk is of wat dan ook. Of een huis. Een woongelegenheid. Misschien heb je altijd wel gedroomd van een groot huis, grote oprit, alles erop en eraan. En kom je nu tot de conclusie van, nou, laat mij maar lekker klein wonen. Het voelt voor mij veel prettiger. Ik hoef die status niet te hebben voor de buitenwereld. Laat me maar lekker mijn ding doen. En hierin ga jij jouw stukken vinden. Alhoewel jij nog niet ziet wat er hier nieuw naar je toe gaat komen. Want ik trek deze kaarten bij de drie van staven. Dus er gaat iets nieuws naar je toe komen. Maar doordat jij nog zo met een bepaalde afwikkeling bezig bent, heb jij niet in de gaten wat er naar jou toe aan het komen is al. Want hier zit er wel een vooruitgang in. Hier hebben we een vertrekkaart. Dus we gaan eens even kijken, lieve maagd. Ja. Oelala. Je hebt de kracht. Je weet waar je naartoe aan het werken bent. Je hebt die doodkaart. Die wedergeboorte, hier hebben we letterlijk de dood. Hier hebben we voor mijn gevoel de wedergeboorte. Je stapt weer op dat paard, je gaat weer verder. Je doet je eigen ding, je hebt de kracht gevonden. We krijgen dus hier de drie van munten met de acht van staven en de geliefde. Dus de beker die hier ligt en de zon en alles wat er hier nu op tafel ligt, zal jou gaan belonen. Er zal iemand op jouw pad komen en dat voelt voor mij dat het echt misschien wel iemand is waar je op spiritueel vlak echt mee kunt matchen. Dat je ook echt het gevoel hebt dat die persoon naar je luistert, dat je weet wat je met wat die connectie is tussen jullie. Dat je er echt op kunt vertrouwen en op kunt bouwen. Vanuit het goddelijke wordt ook echt aangestuurd dat er een communicatie plaats gaat vinden tussen jullie. Zelf heb je dit helemaal niet door. Weer krijg ik onderkant dek de ridder van bekers, die we net hier ook al zagen toen ik die neerlegde. Dus die persoon wil echt met een bepaalde emotie iets uit gaan spreken. Die wil er ook echt voor gaan werken om met jou dit verhaal aan te gaan. Pas op, jij gaat blokkeren als dit uitgesproken gaat worden. Komt het te vroeg? Wellicht komt het te vroeg. Ik vind dit wel heel veel. Ik heb hier een hele stapel kaarten. Dat gaan we niet doen. Oké,
Oké, okay, we hebben de 4 van munten. Krijgen we erbij als die persoon dus naar jou toe wil komen? Het overvalt jou. Maar van de andere kant, we krijgen hier wel weer naast deze aas van bekers ook de aas van zwaarden. Dus deze persoon wil wel eerlijk met jou gaan communiceren. Langzaam op gaan pakken, eerlijk het een kans geven. En het wil niet zeggen dat het gelijk op liefdesvlak hoeft te zijn. Maar ja, als we dan gaan kijken dat we hier de koning van bokalen krijgen en de hoge priesteres. Weet je, in je onderbuikgevoel al dat de persoon die nou naar je toe gaat komen jou niet meer hoeft te blokkeren. Dit is een stukje pijn wat te maken heeft met de verbinding of situatie waar je in hebt gezeten. En zodra je dit los kunt laten, zodra je zegt van oké, het is klaar, ik weet nu waar ik nog aan mag werken, zal deze blokkade opgelost kunnen worden. En daar zorgt deze persoon die hier ligt ook wel voor. Die zal jou daarbij ondersteunen en helpen. En dit is het mooie wat je dus eigenlijk in een verbinding kunt krijgen. Een eerlijk nieuw begin, omdat je naar rustige vaarwater aan het gaan bent en daadwerkelijk iets achter je aan het laten bent. De persoon die hier dus ligt is op emotioneel vlak een stabiel persoon, heeft een bepaalde passie. Als die ergens voor gaat, dan wil die er ook echt voor gaan. Die vurige energie van de stavenenergie is het stukje wat jou kan blokkeren. Dit kan te snel misschien voor jou gaan. Maar ga je dit eerlijk uitspreken, zul je ook merken dat dat er begrip voor is als jij dus even dichtklapt. Dus weet dat als dit op jouw pad zo komt en die persoon komt, probeer die persoon niet gelijk dicht of weg te duwen. Want dan zul je weer in een bepaald cirkeltje rond gaan lopen, omdat je je les er niet uit hebt gehaald uit de eerdere verbinding of situatie. 6 van bekers, soulmate connectie. Dus dit is echt wel een liefdevolle, diepe connectie. Als ik het hier zo bekijk, is het een nieuw persoon die jouw pad gaat kruisen. En die met jou heel graag wil communiceren. Weer de 8 van staven. Stavenenergie. Even kijken. Vuurtekens. Ramleeuw. Boogschutter. Je kunt echt met een ramleeuw of een boogschutter te maken hebben. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het per se is, maar het zou wel kunnen. We krijgen de 2 van munten rechtop dit keer. Hier lag hij op kop. Jullie gaan samen de balans vinden. Jij gaat uit die blokkade die hier dus ook al lag. Omdat je hard aan jezelf aan het werk bent. En dan kan er een nieuwe stabiliteit neergezet gaan worden. Iets nieuws, iets concreets, iets tastbaars opgebouwd worden. Heel langzaam. Maar die connectie is wel heel erg diep, intens, voelbaar. Ik pak nog 1 kaartje uit dit deck voor jullie, voor deze keer. En dan hoop ik dat jullie iets aan de video hebben gehad. Laat vooral een like of een comment achter in de berichtenbox hier beneden. Kijk, en er is een verschuiving die plaatsvindt. Dat wil helemaal niet zeggen dat op energetisch niveau of in het fysieke wereld ook gelijk boembad aankomende maand al iemand op je pad staat. Hè? Dat gaat langzaam. We hebben de zonkaart, dus het kan goed pas richting de zomer zijn. Maar in het energetisch veld is van alles al in werking gezet. Jij bent het universum. Dus als jij gaat voelen van oké, ik ben hier op aarde gekomen om met die universele energie te werken, die energie in mezelf. Ik kan daarin gaan optimaliseren, ik kan die stroming pakken. Ik kan dit ook toe gaan passen in mijn leven. Ik doorvoel mijn lessen, ik weet hoe ik uit een bepaalde cirkel kan komen. Vanuit daar kan het heel snel gaan. De persoon die hier dus ligt, kan jou dus ook mee verder in die lift gaan nemen. En dat kan heel snel gaan. Sneller als dat je dan denkt. En dat is meer het stukje sneller als dat je denkt in zelfontwikkelingsniveau. Lieve maagd, ik hoop dat je iets aan deze reading hebt gehad. Dankjewel voor het kijken in ieder geval. En heel graag tot de volgende video. Doei doei!